Nou, BNN vecht echt voor dit televisiefragment wat we net hebben gezien. Maar vanavond hebben ze helaas een ander programma. Spuiten en slikken, dat begint weer om 11 uur. Ja. En Filemon weet er natuurlijk alles van, hij is hier. Hij heeft een heerlijk beschuitje gekregen. Dus vanavond om 11 uur gaan we weer spuiten en slikken. Maar nu gaan we het hebben over een boek. Voor de vrouwtjes, jij hebt dit boek geschreven. Dat is correct. En bovendien, geheel juist. Maar het is een verzameling columns en het is al gepubliceerd in een damesblad. Hè? Ja. Waarom hebben ze jou gevraagd om, columns te schrijven in zo'n blad? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar heb jij verstand van de vrouwtjes? Nee, eigenlijk helemaal niet. Je bent homo. Niet specifiek. Nee, ik ben ook niet homo, maar... Nee. Maar waar heb je over geschreven? Wat was interessant? Wat heb jij voor mij, wat ik denk, nou, dat is grappig dat ik dat eens van jou hoor. Nou, wat ik wel een interessant stukje vond, is dat vrouwen... Mannen die zeggen gewoon, als het kloten is, zeggen ze gewoon, het is kloten. En ja. Als ik jou niet mag, dan zeg ik je met een klootzak. Dan zeg je waarom, dan praten we het uit. En daarna gaan we in de kroeg een biertje drinken. Ja. Maar bij vrouwen is het altijd heel erg dubbel allemaal. En voordat je het weet, ik heb met mijn vriendin, die is dan soms wel chagrijnig. Ja, alle vrouwen hebben dat wel eens. Alle mannen ook, hoor, overigens. Mannen hebben dat ook. Ja, vrouw iets vaker. Dat is niet waar. En dan zit zij zo chagrijnig op de bank. Zijn en dan zeg ik van, nou dan ga ik wat met vrienden in de stad drinken. Zegt ze, ja is goed, ga maar weg, ik ben toch niet te genieten. Ben je nog geen 5 minuten op de fiets onderweg, krijg je een sms'je, je laat me in de steek. Ik ken dat. Kom je terug, zegt ze. Dat hoor je toch aan te voelen? Wat zeg je? Dat hoor je toch aan te voelen? Nou, dat is bijna niet meer aan te voelen. Heel ingewikkeld. Maar goed, jij rijdt weer terug. Maar wacht even, voordat ik denk, want anders denken mensen, waarom praat ik daarover? Ik heb met deze dame natuurlijk ook een soort van... huwelijk. Ja. En die hormonen, dat giert de pan uit. Ja. Dat is dan dit, dan zus, dan zo. Hoe hou jij het vol? Ja, het is soms wel een soort van sudoku-puzzel waar je in terechtkomt. Maar ik hou het gewoon vol om... Ik ga het niet meedoen. Gewoon niet aan meedoen. Niet aan als jij chagrijnig bent, dan prima. Ga lekker op de bank zitten. Blijf lekker rotten in je chagrijnigheid. Ja, ik blijf rotten in je chagrijnigheid. Hebben jullie je eigen gebruiksaanwijzing wel eens gelezen? Wij mannen zijn wel vrij stabiel. Ach, hou toch op. Nee. Jij stuit het alle kanten op. Ik stuit het qua emotie zeker niet aan. Jij stuit het van emotie, chagrijnig, blij, depressief. Gelukkig wel alle kanten op. En dan zeg je, ja, dat zijn de hormonen. En daar gaat dit boek over. Toch? Precies. Dat is vind ik heel mooi samengevat. Jeetje, Mina. Maar heb je nog... want wat vind je, dat vind je onbegrijpelijk aan vrouwen? Dat we een aantal lagen hebben en het allemaal ingewikkelder maken? Ja, ik vind het echt onbegrijpelijk. Dat vind je het allerlastigst. Ja. Okay. Wat vind je wel leuk? Wat vind je wel leuk, ja. Aan vrouwen. Niet zo diep. Zo, dat is een hele moeilijke vraag. Nee, vrouwen zijn... Ik vind het wel mooi dat... Tenminste, als je echt een goede relatie hebt... dan moet de vrouw eigenlijk aan 3 dingen voldoen. Je moet de moeder zijn... Je moet natuurlijk een schoot hebben als de man verdrietig is. Ook andersom hoor, ook andersom. Zeg ik er onmiddellijk bij. Het moet een maagd zijn. Waarom moet het een maagd zijn? Nee, niet letterlijk. Maar je moet toch een beetje een soort fris onschuldig. Dat is wel waar mannen soms op vallen. Nou, ik heb een moeder, ik ben heel fris en onschuldig. En de hoer. Ah, dat ben ik ook. Nou, zie je nou dat je een leuke vrouw hebt. En je kunt dat zien elke vrijdag om 10 uur. Maar uiteindelijk heeft de vrouw... mijn vriendin die heeft toevallig die 3 dingen. Dus dan ben ik helemaal gelukkig. Nou, alleen je schrijft toe, echt hele leuke columns. Eén keer in de maand niet. Ja, dat is ook zo. Maar goed, je hebt de columns zijn verzameld. En ze zijn allemaal, het is een heerlijk leesvoer. En je schrijft ook over dat je het moeilijk vindt. Dat je bekend vindt. Tenminste, dat je het erg vindt dat je daardoor verandert. Dat je vindt dat je daardoor verandert. Maar wat is de vraag nou? Nou, dan vraag ik me af, hoe uitzicht dat dan? Jij zegt dat je anders was voor je bekendheid dan nu. Ja, in wezen niet. Heel diep van binnen ben ik wel hetzelfde. Maar je reageert maar anders. Vind ik het soms vervelend dat ik af en toe bij mezelf merk van... hé, ik doe in één keer gewoon onaardig tegen mensen. Omdat en dat komt omdat je heel veel... Op sommige plekken word je heel veel aangesproken. Je wil met iedereen een praatje maken... En dan soms dan raak je geduld wel een beetje op. En dan denk ik van ja, ik ben... Nou ja, Robert... Ja, dit soort dingen dus. Ja, dat gebeurt er dus. Maar is dat niet een beetje verlegenheid? Ja. Want, hallo, mag het weer naar het gesprek gaan? Mag het weer naar het gesprek? Terug naar het gesprek. Terug naar het gesprek. Het is wel echt een aandachtstrek. Ja, maar niks, regisseur. Ja, gaan we. Ja, gewoon het gesprek volgen, anders lig je eruit. Is het niet zo'n beetje verlegenheid?
Ja, ik ben ook een beetje verlegen. Ik kom ook wel eens arrogant over. Dat hoor ik van mensen. En ik hoor het van mijn vriend ook wel eens. En dan dat hij zegt van, nou, je komt wel een beetje... Maar dat het een beetje verlegenheid ja. is. En we hebben vrouwen... En een beetje te terughoudend. Terwijl ik het eigenlijk helemaal niet wil zijn. Ik wil natuurlijk gewoon een hele... Ik wil eigenlijk altijd aardig zijn. Filemon is eigenlijk heel aardig, mensen. Dat weten we nu. Dat is toch geen... Ik vind je hartstikke aardig. En ik vind dat je onwijs leuke dingen doet op televisie. Ja, maar wat dan weer niet van achter je... Ik ga je toch onderbreken. Ja? Want dat is, wil ik de hele tijd al een half uur zeggen. Gaat zeggen. Hoe oud is die, denk je? Ik denk 30. Ja, hij is... Nou, je wordt 30. Dinsdag word ik 30. Ja, maar ik had echt gedacht dat je veel jonger was. Ik ben net zo oud bijna als jullie kok. Ja. Alleen, ik maak geen sham. Nee. Godzijdank maak jij geen sham. Maar wat ga je doen? Wat ga je het grootst vieren, je 30ste? Ik ga traditioneel, al jarenlang, ga ik met mijn vrienden bowlen. Enig. En daarna, want op je 30, vanaf je 30ste... Heel suf, maar ik doe het echt al vanaf dat ik 12 was. Nou, dat vind ik leuk. Ze worden dan niet thuisgebracht. Ze moeten wel zelf naar huis. Maar het is altijd heel gezellig. Tradities die je volhoudt. Maar na je 30ste, dan ga jij toch ook over kinderen nadenken? Ga jij na je 30ste, zo tussen je 30ste en 40ste ook aan beginnen? Heb je daar wat mee? Ja? Ja, het is wel een soort zielswens van mij om en van jouw vriendin? Ik weet natuurlijk niet of ik vruchtbaar ben. Ja, dat weet je niet. Nee, dat is altijd wel eng. Nog niet getest? Nee, nog niet getest. Oh. Nou, dat is raar. Ik ben en als ik het getest heb, zou ik het ook niet gaan zeggen. Nou ja, dat zijn meisje nog, weet ik veel, iets daartegen doet. Even iets anders. Je bent ook wel even is leuk voor Robert. Een wijnboek wil je gaan maken. Ja. Hoezo? Want ja, Robert is filoloog, hè? Voor BNN ga ik natuurlijk heel veel op reis. En gaan we ook altijd heel vaak uit eten. En op een gegeven moment weet je niet meer welke wijn je moet kiezen. En wij dronken altijd Pinot Grigio, want dat is mooi voor klinken. Maar eigenlijk was het niet zo lekker. Wel, het is hartstikke lekker. Is het lekker? En toen ben ik cursussen gaan volgen. En toen heb ik een stuk daarover geschreven in de NRC. En toen heeft de uitgever mij gevraagd of ik daar een boek over wilde schrijven. En ik ben niet zelf een kenner. Ik ga dus naar allemaal mensen toe die daar heel veel van weten. Ik heb dus een man gesproken, Udo heet hij. Die is een paar keer Nederlands kampioen proeven geweest. Dus daar ga ik dan alles over proeven te weten komen. Dan ga ik weer naar een vrouw die alles over Nieuw-Zeelandse wijn. Maar je brengt eigenlijk de wijn dichter bij de jongeren. Omdat het is dat de bedoeling. Maar dan moet je het wel even wat leuker gaan vertellen. Want ik maar dat komt hij nog een keer vertellen. Met heel een hipper beetje. Nee, maar ik wil het ook niet vertellen. Ik wil het gaan opschrijven. Ga het lekker opschrijven. En drinken vooral. Ja. Overmorgen ga je 30 worden, ga je het groots vieren. Vanavond Spuiten. Okay, slikken begint. Komt Try Before You Die ook nog terug? Ja, nog één seizoen. Ook nog eens. En wat wil je nog echt doen voordat je doodgaat? Ja, ik wilde eigenlijk brandweerman worden in New York. Maar de New Yorkse brandweer was niet heel erg enthousiast. Nee. Dus, weet je al wat het wel dus wordt? Dus ik weet nog niet wat het wel wordt, nee. Ik weet niet wat ik voor de rest nog wil. Hoe lang wil je nog bij BNN dat soort dingen blijven proberen? Of heb je ook op een gegeven moment... Oh, nou, nu komen er toch wel wat oudere nieuwe generatie. Ik wil op een gegeven moment wel wat volwassener programma's gaan maken. En niet weer ergens met mijn hoofd tussen partieten hangen. Ja. Op een gegeven moment, als je 30 bent, heb je dat ook al een keer gehad. Ja, ik kan me voorstellen. Dus dan doe ik het thuis nog wel. Maar... Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik wil bij BNN voorlopig nog wel zo zeker 5 jaar blijven. Want ik vind het wel een ontzettend leuke groep mensen. We moeten het hierbij laten, Fileman. Hoe vond je het leuk bij Leif en Koeken? Ja, het is vreemd. Vond je het leuk hier? Want ik vond het best leuk om een keer geweest te zijn. Ik vond dat jullie ook een leuk interview hebben gehouden. Vond je het ook, ja.